Misschien dat ik daar zelfs wel een beetje naar op zoek ben. Naar dat meer menselijke. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Ja, wat gaan we vandaag eigenlijk doen? We gaan een medley maken van allemaal nummers die zijn geproduceerd door DJ Mustard. Allemaal super gangster rap songs door drie hele schattige lieve meisjes. Er moet bij mij altijd even een momentje van bonding ontstaan voordat ik echt ook zo open en gezellig en zo kan zijn. We hadden een klein stukje gedaan en toen gingen even die mannen allemaal naar boven. En toen waren we hier zo met z'n drieën, volgens mij. Ik weet niet of er nog iemand bij was. En toen hadden we opeens zo'n heel leuk, maar ook serieus gesprek. En toen dacht ik van oké, ik voel me eigenlijk wel heel erg op mijn gemak hier. I see two my boys in the club. And I know they know about each other. I think these bitches trying to set me up. Ja, maybe. Dus dan moet die harmonie gewoon even kloppen, maar dat wordt ik snap hem, Ja, cool. Misschien moeten we mij niet meer filmen van deze angle. Oh nee. Laatste shot in de... Ja, maar je ging zelf... Ja, godsamme. Het shot Ik vind fotoshoots eigenlijk over het algemeen altijd heel erg leuk. Omdat er een beetje aan je gefrut wordt en je haar wordt gedaan en je make-up wordt gedaan. Daar krijg ik een soort van spa-gevoel van. Ja, het is een uitdaging. Ja. Ik vind het altijd eigenlijk wel fijn om in de haar, make-up en zo te zitten. Mits ik degene die mijn haar en make-up doet vertrouw. Ik heb ook wel eens momenten gehad waarop ik dacht van... Nou Teske, ik zie er eigenlijk niet meer uit als mezelf. In het verleden heb ik daar niks van gezegd, maar ik denk dat ik dat nu wel zou doen. Als ik echt denk van zo wil ik niet op de foto, dan zou ik dat nu wel doen. Zo assertief ben ik nu dan wel geworden, gelukkig. Voel je lekker in een broek, vind je rok, vind je shortje, gewoon wat je zelf ook vooral heel leuk vindt. Ja, vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. En straks gaan we met die portretten wat meer pop art schieten. En dan doen we wat meer die gekke printjes, weet je, dit soort dingen. Ja, zoals je ziet is niet heel meisjesachtig. Oh ja, meer basic zeg maar. Ja. Of zoiets, misschien dan wel met een stip. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat is ook wel lekker qua printje, denk ik. Kleding is altijd, van dit soort shoots is het altijd een ding. Want het is eigenlijk bijna nooit mijn kledingstijl. Mijn kledingstijl is veel te basic en te stoer. Maar bijvoorbeeld bij deze shoot had ik uiteindelijk iets waarvan ik dacht van... Weet je, hier wil ik mee op de foto. Ik zou het niet aantrekken in mijn dagelijks leven. Maar dat is ook prima, weet je wel. Als ik maar naar die foto kan kijken en kan denken van... Ik herken mezelf nog. Jij bent te lang, jij moet liggen. Ze mag ook niet altijd in de kamer kijken, maar helemaal bij die spiegel. Jij zit gewoon al lekker, maar hang een beetje eromheen, beweeg een beetje. Het kan beter dat er 10 compleet andere dingen zijn waarvan één heel cool is, dan dat je 10 keer een beetje de hele tijd in positie blijft. Dus voel je vooral lekker los en... Ja, hou je niet in met lachen. Ik vind niet per se foto's maken vervelend, maar het gaat erom de emotie die moet worden vastgelegd. Want ik kan niet op commando, kan ik gezellig zijn of op commando leuk lachen. Bijvoorbeeld die andere drie meiden, die kunnen zo mooi natuurlijk lachen. En die zien er dan ook gewoon heel natuurlijk en mooi en gezellig en vrolijk uit. En als ik dat doe, dus zeg maar lach zoals ik zou lachen om een goede grap. Vind ik mezelf gewoon nooit weer leuk uitzien. Oké, mijn hoofd is even eruit. Mijn hoofd is eruit. Nee, ik heb een lachen. Maar ook, het is ook wel tof als één iemand gewoon vast Teske wat strakker in de camera kijkt en iemand anders juist weer een afwisseling hebt. Ja. De eerste set, de eerste rij foto's die we maakten, vond ik allemaal verschrikkelijk. Ik moest er ook heel erg inkomen. Als iemand anders die foto's maakt, dan duurde het best wel lang voordat ik. Ja, het is heel stom, maar voordat ik een beetje het gezicht heb gevonden wat ik wil trekken op zo'n foto. Dat gaat niet zo natuurlijk bij mij, jammer genoeg. Het loopt ook zo heel moeilijk. Ja, dat is echt allemaal in één keer. Kijk, dat is allemaal van slag zijn door die dingen. Maar kijk, ik zie er ook een schuim. Ik val eigenlijk heel erg mee met hoe onzeker ik ben over mijn uiterlijk. Ik ben best wel...
best wel tegenwoordig dat ik wel ook kan denken van, ik ben wel blij met hoe ik eruit zie. Maar iets zoals mijn lach en mijn o-benen, mijn haar dat af en toe aan de dunne kant is, waardoor het dan slierterig eruit ziet. Dat zijn wel dingen waarvan ik kan balen. Als je foto's van jezelf maakt, dan heb je gewoon zo'n standaard blik die je gebruikt. Je kunt natuurlijk niet 100 keer de standaard blikken. Nee. Ja, gek genoeg vind ik mezelf altijd leuk als ik boos kijk. Dat is niet helemaal, daar is niet de shoot voor. Als ik dan uiteindelijk tevreden ben over die foto's, dan vind ik het wel heel leuk om te hebben. Het is altijd even een soort van een proces waar ik doorheen moet. Omdat ik dan in eerste instantie denk van ja, Tesk, dat wordt helemaal niks. Je staat echt op geen foto leuk. Ze gaan waarschijnlijk een foto uitzoeken die jij rot vindt en voor de rest iedereen mooi vindt van zichzelf. Dat soort gedachten komen dan altijd bij me naar boven. Maar als het dan uiteindelijk wel leuk is, dan vind ik het natuurlijk ook leuk. En dan vind ik het ook wel gewoon heel cool dat ik gewoon op een cover van een blad mag staan. Dat ik gewoon door de supermarkt loop om avocado's te halen en dat ik dan mezelf daar op een cover van een blad zie staan. Dat is natuurlijk bizar. Zou je je blog en YouTube-kanaal op kunnen geven als je verder komt met muziek? Mijn blog en mijn YouTube-kanaal zijn zo'n uitlaatklep voor mij geworden. Ik deel echt heel veel van mijn leven en ik denk dat ik dat gewoon heel erg zou missen.